die het best kan verstoppen, die wint. Ashley en ik doen verstoppertje op Schiphol. Elke ronde krijgen wij hulpmiddelen of wordt het ons lastiger gemaakt om elkaar te vinden. Maar wie kan het langst verstopt blijven en wint? Ja! Gevonden! 1 miljoen, jongens. Het staat hier gewoon echt beneden. Ik kan het niet geloven. Niet normaal. Echt knap. Heel erg bedankt allemaal. Ik ben jullie echt heel erg dankbaar hiervoor. Maar we staan hier vandaag met Ashley. Hoi. Heb je er zin in? Ja. Heel veel zin in. Ashley, wat is de like goal vandaag? Ik ga voor 20.000. 20.000. Oké, als we het halen ga ik het nog één keer zeggen. Want jij kan kans maken om bij de 1 miljoen party te zijn. Want we hebben het nu gehaald. Wat moet je doen voor de allerlaatste keer? Zorg dat je geabonneerd bent. Zorg dat we de like goal van Ashley halen. En laat in de reacties weten op hoeveel de abonneeteller nu staat. Waarschijnlijk staat de hele tijd hetzelfde. Maar dat maakt niet uit. We gaan beginnen met verstoppertje op de grootste airport van Nederland. Er is natuurlijk weer een maar. Want we gaan 4 rondes in totaal spelen. En elke ronde krijgen wij een straf of een hulpmiddel om elkaar te vinden. Nou, Ashley, dit zijn onze opdrachten. We hebben hier 4 tickets en er staan de opdrachten op. Het wijt alleen een beetje, zijn een beetje slap. Maar jij mag er één uit gaan kiezen. Ik ga voor deze. Weet je het zeker? Ja. Je mag alleen verstoppen bij een koffer. Nou, dat moet wel lukken. Die zijn hier denk ik genoeg. Maar wie gaat als eerste verstoppen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh, ik mag gaan verstoppen. Ja. 1 minuut 58, oh. 1 minuut 57. Oké, Ashley is hier achter aan het tellen. Ik moet dus bij een koffer verstoppen. Ik heb 2 minuten de tijd. Dit gaat zo lastig worden, dat weet ik nu al. Oké, ik heb allereerst besloten dat we gewoon naar binnen toe gaan. In de hoop dat hier heel veel koffers zijn. 59, 58. We moeten gewoon iemand vinden die een hele grote koffer heeft, zodat ik daarin kan gaan. 3, 2, 1, let's go. En de tijd is om. Oké, ik loop nog steeds rond. Ik heb nog geen verstopplek. Ik word hier zo zenuwachtig van. Oké, ik ben binnen. Waar ga ik nu heen? Het is hier zo groot. Oké, ik denk toch misschien bij de... waar je gaat inchecken. Oh, het is misschien niet echt de snelste route die ik kon bedenken, maar... ja. Er staat er iemand met een kar met allemaal koffers. Ik ga gewoon vragen of ik daar even achter mag zitten. Jongens, kijk al deze koffers. Als dit niet genoeg is, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb mijn verstopplek gevonden. Bij een koffer, jongens. Ik denk niet dat hij hier is. Maar ik ga voor zekerheid aan het eind kijken. Voor ik straks voor niks deze kant op ben geweest. Ik kan hier zo heel mooi tussendoor kijken. En ik zie er dus nog steeds niet. Oh, ik denk misschien toch de andere kant. Ik ga toch weer naar beneden, want ik heb ze hierboven niet gevonden. Nou, Ashley, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik zit ondertussen al bijna 3 minuten hier verstopt. Ik ben best wel trots voor een eerste ronde. Ik weet het echt niet, jongens. Ik loop voor mijn gevoel al een uur een rondje. Ik ga weer een beetje rennen, misschien helpt dat. Nou, ze moeten hier toch ergens zijn, jongens. Ik ben overal al geweest. Even kijken, hoor. Meer dan 8 minuten. Ik weet niet waar je uithangt, maar je zit niet op de goede plek. Ja, ik blijf hier maar gewoon staan. Ik weet het ook niet. Oh nee, mijn koffer gaat weg. Wat een drama. Ik heb mijn verstopplek niet meer. Oh nee, daar is ze. Even! Nee. Oh, dit duurde zo lang. Nee, stop de tijd. 11 minuten en 10 seconden heb je erover gedaan. Ja. Nou, ik vind het een prestatie nee, zo lang. Nee, ik niet. Ja, heel lang. Ik zou zeggen, de tijd gaat nu in. Succes. Dank je, let's go. Oké, snel, we gaan naar binnen. Ik weet niet waar ik zal gaan. Ik denk beneden. We hebben een idee, ik weet niet of het mag, maar we gaan even vragen. Oeh, nog 50 seconden, Ashley. Ik hoop dat je iets hebt gevonden. Denk ik echt de ideale plek gevonden. Ik ben namelijk in een kofferwinkel. Ik ga me hier verstoppen tussen de koffers. Even kijken waar ik het best kan gaan zitten. 30, 29, 28. Ik ben heel benieuwd of je überhaupt hier gaat zoeken. 3, 2, 1. En we gaan Ashley zoeken. Ik hoop gewoon dat hij of naar boven gaat of dat hij de andere kant op rent. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben echt aan het spotten op koffers. Ik zie zoveel koffers natuurlijk. Maar geen enkele koffer is groot genoeg waar Ashley achter kan verstoppen. Ik zie zoveel mensen me aankijken. Ik hoop gewoon dat Thomas de andere kant op loopt. Want als hij langs deze winkel loopt, is de kans heel groot dat hij me gelijk ziet zitten. Oh, wacht. Een kofferwinkel. Misschien zit ze gewoon in de kofferwinkel. Dat zou heel slim zijn. Kijk, hier is hier gewoon een kofferwinkel. Nee, geen Ashley. Ja. Ik kan zo die winkel in kijken. Ik zie echt gewoon geen Ashley. Oké, hij liep dus inderdaad net langs, maar hij heeft me niet gezien. Ik ga stuk, dat vind ik echt heel leuk. Nou, ik blijf hier gewoon lekker zitten. We zitten al op 4,5 minuut, wat erg. Oké, het duurt te lang. Ik ga ergens anders zitten, want anders vindt hij me nooit. Kom. Ik moet even een nieuwe verstopplek zoeken, maar ik zie geen koffers. Ik zie er. Ja, 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 ja,
mensen, ik heb haar al gevonden. Je kunt wegrennen, maar ik heb je gevonden. Stop de tijd. 1 miljoen abonnees, jongens. Ik kan het nog niet helemaal geloven. Ik denk Paco ook niet. Je zal nu vast denken, Thomas, hoe zit het met die 1 miljoen party? Voordat ik daarover begin, even eerst iets anders. Want ik wil jullie enorm bedanken voor al het vertrouwen, liefde en alles wat jullie mij hebben gegeven. Sinds ik mijn eerste video heb gepost, meer dan 7 jaar geleden. Ik heb altijd mijn best gedaan om met superveel liefde alles met jullie te delen. Alle challenges, alle hoogtepunten, alle avonturen. Maar ook helaas af en toe wat dieptepunten. Oké, ik probeer het nu droog te houden. Ik ben gewoon echt enorm dankbaar dat wij met z'n allen deze grote gewoon Thomas-familie vormen. Nu kan ik eindelijk beginnen met het organiseren van de 1 miljoen party. Dit is je laatste kans om kans te maken om erbij te zijn. Je weet ondertussen wat je moet doen. Zorg dat je gewoon eventjes op die abonneerbutton drukt. Dat we een like willen halen. En laat in de reacties weten op hoeveel de abonneeteller staat nu jij kijkt. Even denken, hoe lang heb je erover gedaan? 8 minuten 43 maag. Oh ja. Jongens. Ik sta op dit moment aan kop, maar joh, we moeten nog 3 rondes. Laten we gaan kijken wat de volgende opdracht is die wij meekrijgen. Zal ik hem pakken nu? Ja, pak jij maar. Spannend! Je mag maar 100 stappen zetten. 100? Oh, die hebben we eerder gehad. Die is echt verschrikkelijk. Zijn we begonnen? We zijn begonnen. Waarom zeg je dat niet? 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil niet kijken waar die heen gaat, maar ik wil wel kijken. Ik hoor hem ook gewoon nog. Doet hij dit expres? 9, 10. Wacht, nu ziet zij mij gewoon een bepaalde kant op lopen. Dat is natuurlijk ook helemaal niet handig. Oké, nog 1,5 minuut. 15, 16, 17, 29, 30. Oké, ik moet nu wel echt even een juiste keuze maken. Want Ashley kan mij nog steeds zien. Nog 30. Seconden. 35, 36. 3, 2, 1. Ik ga ook de stappen zetten, maar dan heb ik misschien een idee waar die heen is. Oh nee, ik zit hier helemaal fout. Wat moet ik doen? Ik ga achter die paal. 61, 62, 63. Maar hij heeft grotere stappen. Ik moet denk ik meer springen om een beetje bij te komen. 34, 35, 36. Oh, waarschijnlijk gaat Ashley weg mij gelijk vinden. Ik sta hier gewoon achter een paal. Ik ben zo opvallend. Ja, ik kan nog wel wat stappen, maar er is hier niks in de buurt wat eigenlijk een betere plek is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze gewoon gelijk de verkeerde kant op loopt. Dan zit ik hier eigenlijk best wel goed. 49, 50, nog 50. Maar ik weet niet of ik de goede kant op ben gegaan, maar ik hoop het echt. Oh, daar komt ze, daar komt ze. Ik zie haar. Ze is gewoon aan het tellen. Heel slim eigenlijk. Oh, zou die hierin zijn gegaan? Even op het hoekje kijken. 65. 66? Nee. Oh, ik zie hem hier niet. Ze zit gewoon achter al deze palen te kijken. Het duurt waarschijnlijk maar heel kort tot ze bij deze paal is. Ik denk dat ik hem heb gezien. 1, 2, 3. Sorry, ik laat iemand terug. Maar ik heb de 100 stappen al gehad. Nou, Ashley, je blijft echt beter in dansen. Dat kan ik wel zeggen. Ik denk dat ik hem heb gezien. Ja! Dit is helemaal niet leuk, dit is helemaal niet eerlijk. Ik sta volgens mij nog steeds voor, maar we gaan straks pas naar de tussenstand kijken. Ik zou zeggen, ga maar verstoppen in 3, 2, 1. Ja, jij kijkt! Ik kijk niet. Hij kijkt, volspeler. Ja, niet kijken! 34. Ze heeft nog 1 minuut en 36 seconden. 36, 37, 38. 1 minuut 13, 1 minuut 12. Ze is op 64, dus ik ga springen, anders raak ik het niet. 65, 66. 3, 2, 1. En we gaan Ashley zoeken. 10 stappen vanaf hier. Grote stappen. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. We zitten in de parkeergarage. Ik hoop echt dat ik deze ronde win. 29, 30. Wacht, misschien zit ze gewoon achter de oliebollenkraam. Mag ik even over het hoekje kijken alleen? Ik ben iemand aan het zoeken. Ze is iemand verstopt van mij. Nou, is wel lekker. Dan kom ik zo even terug voor een oliebol. Ja, maar jij wil me afleiden, want het gaat allemaal op tijd. Dankjewel. Ik krijg even een oliebol. Dankjewel. Ja, bedankt. Ik ben helemaal afgeleid. Ik moet ook iemand zoeken. Ik had het gevoel dat Ashley dit geregeld heeft, dat ik die oliebol krijg. Dit is wel een leuke manier van verstoppertje spelen. Oh, ik heb hem niet meer geteld. Ik zie hem nog niet. Maar ik blijf maar een beetje laag, want anders verklap ik mezelf dadelijk weer. Net als net. Ik blijf hier wel rustig chillen. Ik moet haar gewoon nu echt gaan vinden. Dit duurt echt veel te lang. Oh, het kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon een car heeft en dat ze vooruit is geduwd. Dan neemt ze geen stap. Ik zie hem, ik zie hem. Terug, terug. Hij loopt nog wel een stukje verder, maar ik zag hem lopen. Maar ik hoop niet dat hij mij zag. Ik ga gewoon oversteken. Ik ga richting de garages. Ja, dat ga ik doen. Oh, zebrapad. Dankjewel. Ik zie hem gewoon, maar ik denk niet dat hij het gaat vinden, jongen. Daar staat hij. Hij kijkt weer niet deze kant op. Oh, wat erg. We zitten al op 12 minuten. Ze zit al 12 minuten verstopt. Oké, ik weet het gewoon echt niet meer. We hebben echt alles hier gehad. En in een straal van 100 meter blijft alleen deze hoek over. Maar ik zie er gewoon niet. En het waait heel hard. Het zit achter die kast hier. Ja! Ja! Ik zie er! Ja! Gevoel!
gevonden! De tussenstand. Hoe lang heb ik verstopt gezeten? 3 minuten en 10 seconden. Nee, dat is echt niks. Jij hebt 14 minuten 37 verstopt gezeten. Dus dat betekent ook voor de tussenstand dat jij nu voorstaat. Dit zijn de laatste 2 opdrachten. Welke ga je pakken? Ik ga voor, nou, deze. Je krijgt alleen de lijflocatie van de persoon. Dat kan het heel makkelijk maken. Of niet? Leuk. Want er zijn hier meerdere verdiepingen. Ja, jij mag dus nu op WhatsApp je live locatie naar mij sturen. Dan weet ik precies waar je bent. En dan mag jij gaan verstoppen in 3, 2, 1. Let's go. Succes. Hij heeft natuurlijk mijn live locatie, dus daarmee kan ik hem heel erg helpen. Ik hoop echt dat ik haar heel snel kan vinden. Want we moeten die inhaalslag nu maken. We staan op de roltrap naar boven. 2 etages omhoog. En ik hoop dat voor een beetje verwarring zorgt met de lijflocatie die ik heb gedeeld. Oké, door de draaideur heen, naar buiten weer, maar dan boven. Oké, we gaan nog een trap omhoog. Ik hoop dat hij het echt nooit kan vinden hierdoor. Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest trouwens zo hoog. 3, 2, 1. En we gaan de lijflocatie van Ashley bekijken. Oké, ik ga er even bij zitten. Laten we even kijken waar Ashley ongeveer uithangt. Dit is de locatie van Ashley. Oh, ze is best ver weg. Huh? Ze lijkt wel boven het water te zitten. Dit is echt bij de vertrekhal. Bij vertrekhal 1 ongeveer. Nou ja, laten we daar gewoon naartoe gaan. Hij heeft natuurlijk mijn lijflocatie, maar hij kan niet zien dat ik een paar verdiepingen er bovenop ben. Dus wish me luck. Ik weet niet of ik goed loop. Volgens mij moest ik hier rechtsaf. Ik denk dat ze deze kant op is. Oké, als ik deze kant op loop, dan loop ik dus recht op haar af. Dus ze moet hier echt zijn. Ashley, we komen steeds dichterbij. Ik moet zo lachen. Ik ben heel benieuwd of hij het gaat vinden. Hij doet maar zijn best. Ik kan hier niet verder die kant op lopen en ze zou daar dus zijn. Dus er is maar 1 optie. Ze is naar boven gegaan en daar is het panoramaterras. Oh, ik zou zo graag op vakantie willen. Iedereen vertrekt hier. Best druk hier. Maar ik zit ook nog verstopt achter dit ding. Dus als hij hier binnenkomt, ziet hij me niet gelijk. We zitten nu in totaal al op bijna op 9 minuten. Wat erg. Ja, hier moet ze ergens zijn. Gewoon op het panoramaterras natuurlijk. Wat dom van mij. Oké, ik ben nu in het restaurant bij de panoramaterras. Ja, eindelijk! Hier is ze! Ja, heerlijk, gewoon gevonden. Jij hebt best lang verstopt gezeten. Ik heb een hele goede plek in gedachten. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oh, ik moet gaan natuurlijk. Ik was wel wachten. Doei! Oké, ik zit helemaal zo te doen dat ik een idee heb, maar ik heb werkelijk geen idee wat ik ga doen. Ja, misschien, ik bedenk nu spontaan, misschien moeten we richting de trein gaan. Nog 1,5 minuut. Dus ik moet het daar heel moeilijk maken. Kijk, de trein is natuurlijk naar beneden toe. Dus als zij hierboven staat, denkt ze dat ze er is, maar eigenlijk zit ik op een andere verdieping. Dus dat is al wel in mijn voordeel. Maar ze moet mij niet daar direct natuurlijk vinden. Nog 1 minuut. Oké, we gaan naar spoor 5-6. Oké, we gaan de verdieping naar beneden toe. Ik hoop zo dat ze hier heel lang over gaat doen. 3, 2, 1, let's go. Oké, een beetje snel, hè, want ik moet veel tijd inhalen. We zijn nu helemaal achteraan aan het perron. Hij geeft dus eigenlijk aan op mijn telefoon dat we in de buurt zijn, maar ik zie hem niet. Ja, ik denk boven, ik weet het niet. Ja, we gaan naar boven, kom. Nou, weet je, ik ga hier gewoon lekker zitten. Ik zit hier top. Kijk eens even, op een heel leeg perron. Ze verwacht nooit dat ik hier zit. Als het goed is als Ashley nu mij zoekt, dan ziet ze dat ik ergens bij de winkel zit. Maar ja, dat zit ik dus niet. Ik heb echt geen idee. Waarschijnlijk zit ik er weer naast. Hij zit nog steeds op dezelfde plek, dus. Oké, ik wil het natuurlijk wel eventjes heel moeilijk gaan maken voor Ashley. Dus laten we nu eventjes graag helemaal de andere kant van het perron gaan lopen. Ik moet er eventjes wat tijd winnen. Volgens mij bewegen deze jongen, want het was net heel ergens anders dan nu. Oh, zij raakte helemaal in de wacht. Jongens, ik weet het echt niet. Ik ga even vragen om een duidelijke locatie, want ik weet het niet. Oké, ik heb een idee. We gaan het nog flauwer maken. Ik ga gewoon eventjes in de lift, dan verandert die locatie de hele tijd. Wordt ze helemaal gek. Oh, maar wat als zij daar gewoon staat ineens? Dan sta ik oog in oog met haar. Wat erg. Oké, beter ga ik bukken. Wacht, ik ga bukken. Ja, ik ga bukken. Ik zie haar nog niet. Oh, wat erg. Ze kan mij nou gewoon zien. Als die lift maar snel weer terug naar beneden gaat. Oké, ik weet het niet. Ik ga de lift proberen. Ik heb het idee dat ik hier deze ronde niet zo goed in ben. En nu heb ik het wel echt moeilijk genoeg gemaakt voor Ashley. Ik ben van plan om gewoon hier om de hoek bij de lift achter deze paal op haar te wachten. En hier blijf ik ook gewoon nu staan. Jongens, help. Ik kan hier nu rondjes lopen voor het leven. Misschien zit iemand aan de overkant mij te begluren. We proberen het volgende spoor, want hè? Deze zit er niet. Nou, wie gaat nou hier zoeken? Het is helemaal opgebroken. Ik weet het niet hoor. Ik zie haar. Ja, ze komt eraan. Ze komt nu langslopen. Oh, misschien loopt ze gewoon langs mij. Dat kan natuurlijk. Nee!
schrik dat jij ineens naar... Hallo! Jee, maar we zaten op een heel ander spoor. Echt? Ja. Letterlijk en figuurlijk. Laten we even gaan kijken naar de tussenstand. Ik heb 19 minuten en 55 seconden verstopt gezeten. En jij? 10 minuten en 14 seconden. Ik heb slecht nieuws. We zijn het laatste loodje kwijtgeraakt. Maar ik heb net horen gekregen wat wij als taak krijgen. Oké. Okay. Wij krijgen een toepasselijke outfit aan. Als ik zo meteen klap, zien wij er ineens fantastisch uit. In 3, 2, 1. Nou! Nou! Geweldig! Jij kan dit echt hebben, weet je dat? Ja, heel leuk. Ja, ik zou bij jou in het vliegtuig willen zitten. We krijgen in plaats van 2 minuten de tijd verstoppen nu 1 minuut. En het is de finale ronde, dus ik zou zeggen, zet de timer klaar. Ik ga verstoppen in 3, 2, 1, let's go. Doei. Doei. Ja, dit gaat natuurlijk af, jongens. Helemaal haar verpest, bedankt Thomas. Mijn plan is om terug te gaan naar de oliebollenkraam. Hopelijk mag ik gewoon even in de kraam verstoppen. Nog 20 seconden. Mag ik je dat vragen? Mag ik in jullie kraam verstoppen? Oké, ik mag erin. Yes, ik mag in de oliebollenkraam. Oké, okay, yes. 2, 1, let's go. Zeg top. Ja, als ik hier... Ja, dat zou top zijn. Zo, ja, oké. Okay. Snel dicht. Kan deze dicht of niet? Ja, ja. Kijk, hier is dus de oliebollenkraam. En ik zit er dus achterin. Oké, okay. Oh, ze komt. We doen de deur dicht. Ja. Ze zitten bij de oliebollen. Is Thomas hier? Nee, niet op het moment. Echt niet? Zeker? Oh, wat erg. Ik zit nu gewoon in een soort van berging van de oliebollenkraam. En Ashley loopt nu daar langs. Echt heel erg. Ik geloof hem niet. Ik weet niet waarom. Hij zit de hele tijd over die oliebollen. We zijn binnen dan maar, denk ik. Jongens, ik denk dat ik hier opgesloten zit. Ik weet helemaal niet hoe je dit open krijgt. Dit is niet een normale deurklink. Ik krijg helemaal stress hier. Oh, wat verschrikkelijk. Ik weet het niet meer. Ik ben voor mijn gevoel overal geweest vandaag. Maar ik ga gewoon een rondje lopen. Ik moet er niet te lang over doen, want ik wil nog wel een beetje kans maken om te winnen. Hé, jongens, als jullie nog hulp nodig hebben, dan hoor ik het wel, hè? Ik heb nog nooit een oliebol gebakken. Oké, nee. Binnen lijkt me geen goed idee. Hij heeft het al de hele dag over oliebollen. Dus ik heb gewoon een idee dat hij daar zit. Oké, ik zie er aankomen. Wat erg. Kijk, ik kan hem gewoon zien. Oké, ik moet stoppen. Oh, zo ziet ze mij. Ik doe de deur dicht. Oh nee, hij is dicht. Daar gaan we. Oh nee! Ja, hallo! Jemig! Wil je nog een oliebol? Ja, als het goed maak ik het graag. Ben je er klaar voor? Ja, ik weet waar ik heen ga. Ja? Oké, daar gaan we in 3, 2, 1 en een minuut begint. Oké, als hij goed nadenkt, weet hij waar ik nu heen ga. Want we hebben allebei al gezegd dat we het een hele leuke plek vinden. Ik voel me echt vooraf gezet met dit pakje, jongens. 55 seconden, 54, 53, 52. We gaan naar de Starbucks, let's go. Ik heb nu zoveel rondjes gelopen dat ik niet meer weet waar ik ben. Ik zie er ook echt belachelijk uit in dit pak, maar goed. 30 seconden. Ik ben even op de grond gaan zitten. Want dan hoop ik dat ik minder opval in dit pakje dan dat ik hierboven ga zitten. Ik hoop ook gewoon dat hij de verkeerde kant op loopt en dat ik win, maar ik weet het niet. 3, 2, 1 en in dit moment gaat het om, jongens. Nu kan ik nog winnen, dus ik moet opschieten. Ik ga gewoon een beentje doorlopen, want we kunnen dit nog winnen vandaag. Als hij hierheen loopt, ziet hij toch gelijk. Ik zit echt voor een raam. Ik hoop gewoon dat het net iets te lang duurt, zodat ik een betere tijd heb. Dat is het enige wat ik hoop. En dat hij naar de verkeerde Starbucks loopt, aangezien er 2 zijn. Oh, die draaideuren, dat kost veel te veel tijd. Oké, jongens, we zijn nu hier binnen. Ze moet hier nu ergens zijn. Als hij nu hierheen loopt, ziet hij het echt gelijk. Ja, ik ben even naar een hele andere kant gelopen. Dit is echt 50% kans. Want het kon of de andere kant van Schiphol zijn, of deze kant. Waar ze nog kan zijn. Ik weet je, ik ga hier denk ik gewoon lekker stoppen. Hier is ook een... Ik zie er! Ja! Hier is ze! Gevonden! Hoe grappig hoe ze hier achter het raam zit. Nou, kunnen we gelijk een bak koffie halen. Zal ik het als eerst zeggen hoe lang ik in totaal verstopt heb gezeten? Ja. 38 minuten en 49 seconden. Oké, wie het langst verstopt heeft gezeten, die wint dus nu. Ik had 43 minuten en 46 seconden. Dus ik heb gewonnen! Yeah. Ik vond het wel heel leuk, mensen. Dus wil je meer van Ashley zien, klik even op haar hoofd die nu hier ergens in beeld komt. Ik wil je heel erg bedanken. Thanks, en ik zie was heel gewoon... leuk. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk meer. Ik vind het om te janken. Volgende week gewoon een nieuwe kans. Ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei. Doei.